dan had ik geen lust. En hier zijn we bij Anita thuis. Op bezoek voor een kaars. Je ziet hier de moeder van Anita zitten. En dochter. En kleindochter. Met Carla. Spijt hoor. Even knuffelen. Hij heeft anderhalf jaar in het lab gezeten en is daar bijna al die 2 jaar bij ons. Gaan we komen staan en een aantal maanden komen ze kijken. Gaan we er even uit? Ja. Nou, dat is het idee. Dat is een lange leontine, Dennis. Dit is hier. Ja, een beetje van dat zwembad van Hazel. Ja, een beetje in die rondgekomen. Ja. Het kijkt er wel bij. Die heeft ook wel een lichte koffie. Die is zijn oudste, niet serieus. Niet serieus. Leeftijd. Ja. De oudste is altijd serieus, dat die naar speelt. Oei! Kapot! Ja, zo achtergaan. Ja, ik zat dus even een foto te... Ja, wat een ding. Jij zit ernaast. Hij zit ook bij die rieten. Zo, nou. Ik zal eens even verder zoeken. Ja, wat mag vinden. Nou, mijn parents is eigenlijk een feest dat het op kerstmis. Ja. Nou, dat krijgen we wel alles gedaan. Ja, Sinterklaas is hier natuurlijk ook, maar niet in die zin zo. Thank you.
dat gaat goed, helemaal naar boven. En onze Pico ook gewoon lekker mee, hè, vriendje. Pico, hey. Jij mag ook mee, hè, helemaal mee naar boven. En zo zijn we in Bijsterstein en gaan met de kabelbaan omhoog. Iets wat niet mijn voorkeur verdient, maar goed, anders kom je erbij. Hier gaan we over de weg. Dat is de weg die wij niet konden bereiden met de auto, want dat was afgesloten. Goeie tip van Jolanda. Kunnen we lekker straks even rondkijken. De witte bergtoppen zien. Echt genieten. Lekker zonnetje erbij. Wat wil je nog meer? Oh, heerlijk die zon. Zo, Peter, dat laatste stukje in stijl. Wordt echt omhoog getrokken nou. En wees blij dat je niet hoeft te lopen. Dat zou onbeklauwde zijn. En het laatste stukje van de kabelbaan is in zicht. Ik weet het niet, maar ik zie daar de kabelbaan ook nog verder gaan. Oh ja, dit is gewoon een tussenstation. Dus we moeten maar eens even kijken waar we bij komen. Ik weet niet, zo lang zitten we in Duitsland. Dat is wel mooi hoor. En we gaan nu de tweede helft van de kabelbaan meemaken. We hebben een tussenstation gehad. Dus we zien wel aan het terechtkomen. Misschien wel in de sneeuw. Bovenop in ieder geval. Een paasje zo. Ja, ook hier lust hij de kopjes wel. Dit was een bak.
Die Spitze. Ach so, ja. Dann das Schreckhorn und dann das Wetterhorn. Das war's. Und hier der Breite, das ist die blühende Sonne. Verschiedene einzelne. Und dann rechts davon ist der Baumhorn.